kruip in de huid van iemand anders. Vandaag gaan we het hebben over indianen. Indianen die heel verschillend eruit kunnen zien. Een indiaan op oorlogspad, een medicijnvrouw. En Marit gaat jullie uitleggen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Je hebt natuurlijk wat wattenstokjes nodig als je geen kwastjes hebt. En een bakje met water om alle verf in te kunnen uitspoelen. En dan gaan we zo meteen beginnen. Marit gaat jullie eerst even het verhaal vertellen over waar ze vandaan komen. En dan gaan we aan de slag. Heel veel plezier, kinderen. Hallo, lieve kinderen. Nou, we zijn er weer. Ik ben Marit en we gaan weer schminken. Vandaag gaan we ons schminken als indianen. En we gaan kijken wat de indianen doen en waarom ze indianen heten en wat voor gewoontes ze hebben en hoe ze zich hebben geschminkt. Floortje, weet jij wat van indianen? Nou, niet echt veel. Hè? Niet zoveel. Maar je hebt toch wel eens een film gezien over indianen? Ja, ja. Vaak. En wat deden ze dan? Ze hebben kano's en, ze hebben... Die mannen hebben rokjes aan. Rokjes aan, dat is spannend. En wat hebben ze op hun hoofd? Veren. Veren. Weet je ook hoe ze aan die veren kwamen dan? Nee, dat weet ik niet. Nou, ik denk dat ze, als ze heel stoer waren, die mannen, dan konden ze van een adelaar die veren pakken en die staken ze in hun haar. En dan was een teken dat ze echt heel, heel stoere krijgers waren. Nou, al dat soort dingetjes, die gaan we aan de hand van maskers gaan we kijken vandaag. Waarom ze dat deden en welke kleuren ze gebruikten. En of ze geloofden in God of misschien hadden ze hun eigen goden. Of de opa's en oma's belangrijk waren. En wat ze aten en allemaal dat soort dingen. Lijkt je dat leuk? Ja. Nou, dan gaan we van jou ook een hele mooie indianenvrouw maken. En dan ga ik nu eens eventjes vertellen waar ze vandaan kwamen. Want ze kwamen niet uit Noord-Amerika, maar uit Azië. En om precies te zijn, Mongolië. Dat is wel 25.000 jaar geleden. Toen was er nog geen zee, want het was toen heel erg koud daar zo. Dus dat was ijs. En toen konden ze van Azië via Alaska naar Canada naar Noord-Amerika trekken. En toen, een hele tijd later, dat was ongeveer nu 9.000 jaar geleden, waren ze daar aangekomen. Nou, en hoe komen ze nou aan die naam indianen? Van Columbus. Nou, Columbus, dat is een hele bekende ontdekkingsreiziger. Maar die meneer, die maakte een foutje. Die wilde naar Indië. Dat is ergens aan de andere kant van de wereld. En hij kwam in Amerika terecht. Maar hij dacht dat hij in Indië was. Dus hij noemde de inwoners die hij daar tegenkwam de indianen. Nou, dat duurde nog 20 jaar voordat ze erachter kwamen dat hij een heel nieuw werelddeel had ontdekt. Maar ja, toen hadden de indianen al hun naam gekregen. Namelijk indiaan. Nou, dat lijkt me heel erg spannend dit allemaal. En heel veel dingen kunnen we gaan vertellen over ze. Dus zullen we maar beginnen? Ja? Oké. Mongolia. Van daaruit gingen ze naar Alaska. Toen kwamen ze in Canada. En tenslotte gingen ze naar Amerika, United States. Dat zijn allemaal kleine stukjes land die tot één geheel zijn geworden. Vandaar dat ze het United States noemen. Nou, hier zien jullie dan de tafel met allerlei verfpotjes op waterbasis gemaakt. Jullie zien de kleuren rood, wit, zwart, blauw. En jullie zien ook een sponsje en dat is in 4 stukjes geknipt. 1 met een ronde kant en 1 met een scherpe kant. Zodat je het in kunt vullen, de vlakken, maar ook dat je scherpe lijnen kunt trekken. Marit heeft alvast een veer in haar haar gedaan om er als een indiane vrouw uit te zien. En straks zullen jullie zien, kinderen, dat jullie deze meisjes zoals Iris en Bonita en Floortje niet meer zullen herkennen. De basis is vandaag bruin, want indianen waren bruin.
Deze jonge man heeft zijn Indianenpak alvast aangetrokken en hij ziet er schitterend uit. Mooie groene driehoeken erin, een bruine broek en een jack met van die lekkere strepen, rode strepen, want hij gaat het oorlogspad op. Deze jongeman gaan we maken tot een oorlogs-Indiaan. Nou, jullie zien, Marit doet het bruin vanuit de neus over de wangen heen naar de oren toe en ze maakt het helemaal bruin, het gezicht. Dat moet je natuurlijk wel voorzichtig doen. Niet te veel water op je sponsje, want anders dan gaat het lekken in je ogen en dat is heel onprettig. Je houdt je ogen goed dicht en als ze onder je ogen moet zijn, dan kijk je even naar boven. En je moet echt heel voorzichtig zijn. Nou geeft het niet als er een klein vlekje op je kleren terechtkomt, want het is allemaal op waterbasis, kinderen, en het gaat er zo weer uit. Nou, terwijl je dit dus ziet, kun je dus bij je vriend of je vriendin, kun je vast beginnen. En misschien wil je moeder of je vader ook wel even helpen. Nou, ik hoop dat je allerlei spullen bij elkaar hebt gehaald. Misschien heb je wel wat veren gevonden op straat. Je kunt duivenveren, die kun je ook gebruiken als indianenveren, want je kunt ze in je haar steken. En als je als meisje lang haar hebt, dan kun je dat natuurlijk in twee vlechten langs je hoofd vlechten. En sommige kinderen hebben indianenpakken en pijlenbogen en van alles en nog wat. Je kunt natuurlijk ook wat indianenmuziek opzetten als je dat hebt, maar heb je dat niet, dan kun je misschien ook wel even naar binnen luisteren bij jezelf en dan komt er een indianenlied omhoog. Niet bij iedereen, maar sommige kinderen kunnen dat heel goed en dan kun je dat vast beginnen te zingen. Dus je kunt echt een indianensfeer creëren. Ja, en dit is dan de basis. Nu heeft Marit haar sponsje gedoopt in het rood. En jullie zien, hier komen een aantal strepen op de wangen. Dat zijn oorlogsstrepen, want rood is de kleur van agressie. Dus deze Indiaan wil laten zien aan zijn vijanden dat hij ontzettend boos is en dat hij niet wil dat ze op zijn land terechtkomen en ook niet dat ze aan zijn buffels zitten of aan zijn kippen zitten of wat al dan niet meer, want deze Indiaan gaat zijn wintervoorraad verdedigen of die gaat een stukje land terug veroveren. En hij moet natuurlijk zorgen dat de andere Indianen echt boos of bang van hem worden. Ja. En hier zet ze er ook nog een paar zwarte strepen onder, want zwart is de kleur van de dood. En jullie weten, deze Indiaan gaat niet op pad om vrienden te maken. Hij gaat op pad om zijn land te verdedigen. Oké, kindertjes, dit is een Indiaan op oorlogspad. Hij heeft zwarte en rode streepjes, want rood dat staat voor bloeddorstigheid en gevaarlijk en agressief opwekkend.
Nou, en het zwarte, dat is voor de dood. Zwart staat voor de dood. Dus deze Indiaan, die gaat heel kwaad, gaat die andere Indianen achterna. Heb jij enig idee hoe die Indianen achterna gaat? Doet hij dat met geweren? Sluipen. Sluipen. En dan? Als hij langskomt, schiet ik hem neer. Waarmee schiet je hem neer? Met de pijl en boog. Met de pijl en boog, ja, hè? Want Indianen die hadden nog helemaal geen geweren. Die hadden pijlen en boog. En speren. Of messen. Messen? Wat voor messen? Kleine messen waar ze beesten mee opensneden. Oh, daar konden ze ook beesten mee opensnijden. Vind jij het leuk dat Indianen op oorlogspad gaan? Ja. Ja? Wat is daar zo leuk aan dan? Nou, het is spannend. Ze kunnen doodgaan, ze kunnen niet doodgaan. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad heel erg spannend, hè? Want je weet nooit of je weer terugkomt naar huis. Wist jij dat ze meestal in de zomer oorlog voerden? Wist je dat niet? Nou, weet je waarom dat is? Zomers, dan heb je natuurlijk de jacht, hè? Want dan moeten de Indianen moeten voor de hele winter moeten ze zorgen dat ze vlees hebben en huiden en dat soort dingen. Nou, en dan werden ze boos als er een andere Indianenstam in hun jachtgebied kwam. Vandaar dat ze dan op oorlogspad gingen om die andere Indianen bang te maken. Lijkt je dat spannend? Oké. Ja, kinderen. En voordat de Indianen natuurlijk op oorlog gingen, kwamen ze 's nachts bij elkaar. Dan maakten ze een heel groot vuur. En om dat vuur gingen ze een plan bedenken hoe ze de andere, de vijand, gingen aanvallen natuurlijk. En dan werd er gefeest en er werd gedronken en er werd natuurlijk ook gezongen. Nou, straks laten we jullie ook nog wel eens even horen hoe zo'n Indianenlied dan precies klinkt. Ja, en zoals jullie zien, kinderen, Floor die ligt er al helemaal voor klaar. Marit heeft haar kwastje gedoopt in het zwart. Want dit moet je met een kwastje doen, want je moet een hele fijne lijn op het gezicht maken. Je gaat een beetje om de wenkbrauwen heen, langs de ogen. En je maakt een soort van voet op het gezicht. Nou, als je een beetje kijkt naar je eigen voet, dan heeft het ongeveer deze vorm. Onderaan de kin zit dan je hiel en bovenaan wordt het een stuk breder. En deze voet wordt een berenklauw. Nou, de streepjes zijn aangebracht en nu moet het helemaal ingevuld gaan worden. Jullie zien, ze heeft weer zo'n sponsje gebruikt als daar straks. En ze gebruikt de achterkant, want jullie zien het rood er nog een beetje op zitten, om het zwart aan te brengen. Nou, weer voorzichtig bij de ogen en dan vul je hem helemaal in. Zoals je een tekening inkleurt. Wel voorzichtig zijn bij de ogen, want anders dan komt het in je ogen en dat is niet de bedoeling. Nou, jullie zien, het begint te groeien. Voorzichtig rond de neus, niet op de lippen smeren.
Nou, jullie zien, Floor werkt goed mee. Ze doet zelfs haar lippen op elkaar en ze moet af en toe krijgt ze de slappe lach. Maar dat mag ook. Dan stop je gewoon even. Hier brengt ze nog een paar rode strepen aan op de wangen van Floor. En dan doet ze ook nog de lippen goed rood maken. Dan pak je weer een kwastje en je doopt je kwastje in het potje rood. Een echte berenklauw. Nou, hier zien jullie dat. Mond een beetje goed open. Niet op de tanden smeren. Als je nou geen vriendin of vriend bij de hand hebt, dan kun je het natuurlijk ook op een tekening doen. Dan kun je ze vast neerzetten en dan kun je volgende week, als je een keer vrij hebt of als je het niet opgenomen hebt, kun je het ook een keer nadoen. Hier zien jullie Floor, die gaat druk bezig met de drum. Als je een drum hebt, kun je natuurlijk ook even een ritme drummen. Zodat je samen in het gevoel kan komen om een echte Indiaan te zijn. En jullie zien, Floor is zeer geconcentreerd en ze vindt het ook leuk en ze kan het ook nog. Indiaan, wat ga jij doen? Tegen andere volken vechten. Echt waar? Volgens mij heb jij een afdruk van een voet van een beer op je gezicht geschilderd. Heb je enig idee wat je gaat doen? Ja. Wat denk je dan? Ik ga een beer overvallen en ik ga hem lekker opeten. Oeh, vind je dat lekker? Nou, niet echt. Maar best wel. Oh, volgens mij zit er veel vitamine B in beren. Denk je niet? Nou, daar weet ik niks van. Weet je daar niks van? Weet je dat als Indiaan een beer achterna ging en hij schilderde dus op zijn gezicht een afdruk van een beer. In dit geval, want als ze bijvoorbeeld een buffalo achterna gingen, dan schilderden ze een buffalo op hun gezicht, zo die horens en zo. Dan dachten ze dat ze één werden met de beer, dat ze konden denken als een beer, dat ze zich konden voelen als een beer. En dat ze daardoor ook wisten waar die beer heen ging en dan konden ze hem dus vangen.
En als ze hem dan gevangen hadden en doodgemaakt hadden, dan gebruikten ze alles van die beer. De huid voor de tenten, voor de kleding, hè, en het vlees voor de winter ook, dat ze de winter door konden komen. Vandaar dat ze dan zich zo schilderden. Ja. Ja. En dan gaan ze, voordat ze op jacht gaan, gaan ze zo trommelen zoals jij net deed. En als ze dan gingen trommelen, dan dachten ze dus dat ze die beer werden. Dan kregen ze spirituele kracht, zoals ze dat noemden. Dan konden ze die beer vangen. Vind je dat spannend? Best wel. En het leuke ervan is, jij bent een vrouw, hè? En heel veel mensen denken dat alleen Indiaanse mannen op jacht gingen. En dat de vrouwen dus alleen maar thuis zaten om de kleding te maken en voor de kinderen te zorgen en het eten te maken. Maar er waren dus ook vrouwelijke Indianen die op jacht gingen. En die waren vaak heel goed. En als ze dan een beer geschoten hadden, dan werd die jacht ook naar hun vernoemd. Naar die vrouw. Nou, dat vind ik toch wel heel erg leuk om te weten. Jij ook? Ja. Ja? Gaan we straks op jacht samen? Nou, moeten we kijken waar we eerst kunnen jagen. Nou, dan gaan we dan zoeken hoor. Dan weet je hoe ze Indianen dat deden? Als ze wilden weten hoe ze konden jagen en waar ze konden jagen, dan gingen ze dat aan de medicijnman vragen. De medicijnman wist alles. Die wist precies waar de beren zaten, of het een goede dag was om die beer achterna te lopen. Die kreeg allemaal voortekenen. Heb je enig idee wat de medicijnman is? Een tovenaar. Een tovenaar, ja, dat is een goede. En wat kon hij dan toveren? Zorgen dat ze niet zo gauw doodgaan. Bijvoorbeeld ook, dat deed hij ook. Hij genas ook mensen. Maar hij kreeg ook van een andere wereld, kreeg hij ingefluisterd waar de beren waren. Daar weet ik niks van. Maar dat heb ik je nu verteld, weet je het nu? Nou, nee, niet echt. Wat wil je nog weten? Nou, niet zoveel. Niet zoveel. Nou, dan laten we het even hierbij. Ja, en dan gaan we nu naar onze medicijnvrouw. Een medicijnvrouw zorgt altijd voor de kruiden in het dorp, maakt de zieke mensen beter, maar geeft ook hele wijze raad. Wanneer ze moeten vechten, wanneer ze niet moeten gaan vechten, wanneer er geoogst moet worden en wanneer er feest gevierd moet worden. Marit gebruikt voor deze jonge medicijnvrouw de kleuren zwart en geel. En ze heeft een wattenstokje in plaats van een kwastje. Nou, ze tekent bliksemschichten op de wangen van de medicijnvrouw. Dan zien jullie, ze maakt een boog boven de ogen. En die trekt ze door naar de wangen. Ondertussen vallen de veren van de muur, want ja, een medicijnvrouw is ook een beetje een tovenaresse. Onder de ogen komt ook een zwarte streep te zitten en dat breng je dan naar elkaar toe, bijna als een ballon rondom de ogen. Lekker zwart aanzetten, zodat je goed kunt zien dat je bepaalde krachten hebt. Vervolgens maak je nog een lijntje en kleur je dit zwart in. Het is soms ook goed om een haarband in je haar te doen als je lange haren hebt, zodat je gezicht helemaal bloot komt, want anders dan komt er steeds een haar tussen de verf en dat is niet zo prettig. Weer een boogje om de ogen heen.
en lekker zwart maken. Je kunt ook het hele oog zwart maken als je dat wil, maar Mariet kiest ervoor om dat niet te doen. Verder moet je natuurlijk heel geduldig zitten de hele tijd en niet in de lach schieten, want anders gaat de verf over je hele wangen heen. Nu heeft Mariet met de andere kant van het stokje een beetje geel erop gedaan en vervolgens kleurt ze de bliksemschichten in. En zoals jullie ziet, aan de buitenkant van het zwart maakt ze ook nog een gele bliksemschicht. En het handige van zo'n stokje is dat het een watje is, dus het is zacht op je huid en je kunt er eigenlijk heel goed mee schilderen. Nu komt er ook nog een mooie veer in Bonita's haar en ziet ze eruit als een echte medicijnvrouw. En dan gaan we natuurlijk zo meteen eens even praten met deze medicijnvrouw om te kijken wat zij allemaal weet van medicijnen en van planten en van gedachten wisselen. Bonita heb ik beschilderd als medicijnvrouw die met de overleden voorouders van de Indianen gaat praten. Heb je enig idee, Bonita, hoe ze praten dan? Nee. Zou je het niet weten? Nee. Nee, nou, zal ik je vertellen. Dan, als ze dan met de overleden voorouders wilden gaan praten, dan gingen ze eerst een drankje drinken. Een zwart drankje was dat. En als ze dat drankje dan gedronken hadden, dan gingen ze een ritueel doen. Met trommels en dansen. En dan dachten ze ook, dat als ik me dan beschilder, dan kan ik met ze gaan praten. Dus ik heb bij jou heb ik een soort thunder lichtstralen op je wangen geschilderd. Dat staat voor heel veel kracht. En het zijn huilende ogen, want ze zijn verdrietig. En ze hebben een slecht voorteken gehad. Dus hij moet met ze praten om alles weer goed te maken. En dat praten, dat gaat via gedachtes. Oh, kan je ook praten met je gedachten? Nee. Nee? Nee. Oh, nou dat konden medicijnmannen wel. Weet jij wat medicijnmannen nog meer konden doen? Of in dit geval de medicijnvrouw, want jij bent een vrouw, maar... Mensen beter maken. Mensen beter maken? Hoe deden ze dat dan? Ook met drankjes. Met drankjes? Is dat net zoals wij, dat we naar de dokter gaan en zeggen... Oh, ik heb zo'n pijn in mijn buik. Nee, hun maken het zelf. Zelf? En waar wordt dat dan van gemaakt? Van blaadjes en dat soort dingen. Van blaadjes en kruiden. De Indianen kenden zelfs ginseng. Dat komt nu bij ons ook. Kunnen wij het ook kopen in de winkel. En dat is een wortel bijvoorbeeld van een plant. En bessen en stenen die geneeskrachtige gaven en krachten hadden. K-
Ken jij ook? Ken jij dat ook? Nee. Nee? En wat deden medicijnmannen nog meer, denk je? Dat weet ik niet. Nou, ze gingen dus ook vertellen tegen mensen, tegen de andere indianen, of het een goede dag zou worden. Of als ze gingen bidden, dan leidden ze de ceremonies in en dat soort dingen. En ze konden dus ook praten met de goden. Want de indianen hadden heel veel goden. Ze stonden in contact met de natuur. En voor elk natuurverschijnsel hadden ze een god of een godin. Heb jij een god of godin? Nee. Ja, de indianen wel. En zo meteen gaan we nog iemand beschilderen als de zonnegodin. En normaal gesproken zou de medicijnman dat doen. Ja. Heb je enig idee hoe dat eruit gaat zien? Nee. Ja, dat zullen we dan zo wel gaan zien. En dit is dan onze medicijnvrouw. Nu gaan we naar Iris. En Iris heeft de naam van een zonnegodin. Marit gebruikt voornamelijk geel en blauw, kinderen. Ze maakt een watje een beetje nat en doopt het in het geel. En jullie zien, ze gaat een beetje lijnen trekken over de wangen met deze fantastische gele kleur. Want jullie weten, de zon is geel en niet bruin en niet blauw. Nou, de zon staat bekend om zijn warmte. En de zonnegodin moest dan ook zorgen dat het graan kon groeien en dat het de zon scheen en dat we niet te veel regen hadden. Want als we te veel regen krijgen, dan betekent dat dat de oogst verloren zou gaan. Dus één keer in de zoveel tijd kwamen de zonnegodinnen uit het dorp bij elkaar en maakten dan een dans om de regen te doen verdwijnen en de zon aan te roepen. En wat tekent ze eigenlijk op Iris haar gezicht? Ze tekent de zon, zoals jullie zien. En de zon straalt en heeft zijn zonnestralen naar alle kanten van het universum. Laat die haar stralen. Nu pakt Marit een klein beetje blauw en wat doet ze? Ze doet een beetje blauw aan de zijkant van de wangen. Want ja, de zon staat in de hemel en de hemel is blauw. Is dat goed? Oké, dag. Ja, ben je verder weg? Thank you.
Nu krijgt ze ook nog een prachtige haarband om. En onze Iris is veranderd in de zonnegodin. Haar haren zijn gevlecht langs haar gezicht. En jullie zien, ze is een echte Indiase geworden. Weet je, ik heb jou geschilderd als de zonnegodin. De medicijnvrouw heeft net tegen mij gezegd, luister eens, het regent veel te veel hier. Nou, daar gaan ze dus een dans voor doen en dan wordt er iemand aangewezen om de zonnegodin uit te beelden. Denk jij dat ze nog meer godinnen hebben? Ik denk het wel. Heb je enig idee wat voor godinnen ze zouden kunnen hebben? Nee. Nee? Nou, zal ik eens vertellen. Ze hebben een godin en die heet Mother Sky. En Mother Sky, die is uit de lucht gevallen en die is door ganzen neergezet op de aarde. Maar de aarde, daar hebben ze een symbool voor. En dat symbool, dat is een schildpad. De Indianen dachten dat ze op een schildpad leven. Nou, dan hebben ze dus de Sky godin, de godin van de lucht. Ze hebben de godin van de maan, ze hebben de godin van de vier windstreken, godin van de mais. Eigenlijk voor elk natuurverschijnsel hebben ze wel een godin. Nou, wat is nou de bedoeling? Je bent de zonnegodin geworden. En wat denk je dat de zonnegodin gaat doen? Zonnestralen geven. Zonnestralen geven, warmte uitstralen. Ja. Ja, kan je dat? Nee. Kan jij geen warmte uitstralen? Nee. Ah, dat weet ik niet. Denk je dat als je een dans gaat doen, dat er dan warmte komt? Als je heel hard gaat dansen. Heb je wel eens hard gedanst? Heel veel gedanst? Had je toen warm? Ja. Ja, hè? Dus dat was wel een heel goed idee van hun. Hè, dan gaan ze met z'n allen dansen en dan wordt het warm. En dan gaan denken ze dus echt dat ze de goden een plezier doen door zelf ook de godin te worden. En dan weet ik even niks. Catharina. We zitten nu bij elkaar. De Indianen noemden dit een powwow. Alle belangrijke mensen van de gemeenschap die kwamen bij elkaar om te bespreken wat belangrijk is op het moment in het dorp en wat er moet gebeuren. En welke goden ze daarvoor nodig hebben. En de chief Ugh. Ben jij chief Ugh? Jij bent niet... Ja? Hiawatha. Chief Hiawatha, wat is nu belangrijk in het dorp? Wat gaan we eten? Vlees. Vlees. Oké, jongens, de chief heeft besloten dat we vlees nodig hebben. Nou, dan gaan we eens even kijken. Wie hebben we daarvoor nodig? Heb jij wat te maken met het vlees? Ja. Waarom? Omdat ik al het vlees moet halen en moet schieten en jagen op al de beesten. Nou, wie ga je nu jagen? Op een beer. Dat is groot en daar kun je veel mee gebruiken. Dat is heel handig, hè? Want het is bijna winter. Dus we moeten nog even vragen aan de medicijnman. Dat ben jij, hè? Jij bent de medicijnman. Medicijnman, zijn er nu beren? Ja. Hoe weet jij dat er nu beren zijn dan? Omdat ik dat kan zien. Kan jij dat zien? Dat is spannend. En waar zitten die beren? Die zitten diep in het bos. Oké. En hebben we wel mooi weer om te gaan jagen? Ja. Klinkt niet echt overtuigend. Misschien moeten we dan vragen of de zonnegodin erbij komt. Ik zal eens vragen. Wil jij erbij komen? Ja, is goed. Ja? Wat gaan we dan doen? Gaan we een... dansje doen? Of, wie gaan dan allemaal meedansen? Degene die het vlees gaat halen, die helpt. De zonnegodin en ik. En wat gaat de chief doen? Die gaat misschien ook meedansen, maar dat moet je aan hem vragen. Chief,
We hebben het heel druk. Hè? We moeten vlees hebben voor de winter. En de vijanden die zijn er op het moment niet. Want jij bent net teruggekomen, heb ik gezien. En je hebt iets meegenomen. Ja, van wie zijn die tanden? Van andere Indianen. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat het jouw tanden waren. Nee, dit is het niet. Nee, oké. We hebben al een hele goede oorlog gewonnen en we gaan nu op een hele goede berenjacht. En dan gaan we een ritueel uitvoeren. Denken jullie dat jullie dat kunnen doen? Of hoe denken jullie dat Indianen dat gaan doen? Weet iemand dat? Ik denk van wel. Vertel het eens. Nou, ik denk dat ze eerst een soort drapje gaat maken en dan gaan drinken en dan gaan dansen. Zullen we eens gaan proberen of we kunnen dansen als Indianen? Is dat leuk, want we zijn nu Indianen geworden, hè? Dus we voelen ons ook Indianen. En dan gaan we ons ook gedragen als Indianen. Zullen we het proberen? Oh, de chief is moe. Die zegt zometeen ugh. Lukt dat? Ook niet. De chief doet even niet mee. Of u een dansje kunt doen, zodat de regen weggaat. Een dansje? Een regendansje. Ja, zodat de regen weggaat. Oké. Okay. Zomaar? Waarom doe je dit nou? Is het voor de televisie? Ik ben kleine beer. Heeft u misschien beer in de stad gezien? Nee, ik heb geen beer. Weet u dan waar beren wel zijn? Nee, in de dierentuin. Je zoekt u zeker niet, hè? Er is ook waarschijnlijk geen bier in de dierentuin. Wel. Ugh, bedankt. Oh ja. Is dat een goeie? Ja. Zonnegodin, kunt u misschien een dansje doen zodat de regen ophoudt, want ik wil graag stralen. Ik denk niet dat het veel zal helpen hoor. Ik denk het niet. Ik wacht heel even hier buiten, want ik heb een mevrouw gezien met een prachtige indianenjas. En zij heeft ook een tas, misschien heeft ze die wel zelf gespot. Ze gaat niet betalen. Oh. Hebben geduld, indianen hebben geduld. Ja. Thank you.
ja, we gaan nu eventjes een dansje uitdoen, omdat het regent, kinderen. En onze zonnegodin, die gaat een zonnedans uitvoeren. Wilt hij naar de tandarts gaan en je tanden laten uitrekken, want dan kan ik aan mijn ketting hangen. Nee. Ik ga wel naar de tandarts, maar ik laat ze er niet uittrekken. Nou. Sorry. Oké, we gaan deze winkel binnen en we gaan vragen of ze iets hebben wat Indianen gemaakt hebben. Dus gaan we even vragen aan iemand. Aan wie kunnen we het vragen? Of zie jij al wat Indianen gemaakt hebben? Nou, van riet gemaakt en dat hebben ze dan geverfd. Dat hebben ze gemaakt. Weet je ook hoe ze het maakten? Ja. Ja? Allemaal riet door elkaar steken en dan een vorm maken. Oh ja. We gaan dus even vragen aan die mevrouw. Zie jij een trommel? Er zijn heel veel dingen hier. We gaan even kijken. Ze hebben heel veel dingen hier. Waar heb jij een trommel gezien? Oh, inderdaad. Dat is een Afrikaanse trommel. Ja, maar het is toch een trommel? Het is een trommel. En Indianen hadden ook trommels, inderdaad. Misschien hebben ze hier wel mais wat Indianen aten. Ja, ik zie het. Zullen we eens gaan kijken? Zonnegodin, denk jij dat je dit lekker vindt? Dat aten hier. Vind je dat niet lekker? Ik denk wel dat ik dat lekker vind. Ja, want je hebt het natuurlijk vroeger gegeten, hè? Ik moet even een stapje opzij. Dat is mais. Indianen aten heel veel mais. Hun hele leven draaide om mais. Het groeien van het mais, het zaaien van de mais. En iedere keer als ze een stapje verder kwamen met de mais, gingen ze weer dansen. Heeft u wel eens een Indiaan willen zijn? Ja. Ik had vroeger een enorme verentooi. En daar liep ik altijd mee rond als ik ging spelen. Je had altijd mensen die wilden graag cowboy zijn of Indiaan. Ik wil altijd Indiaan zijn. Wat vond u het leukste aan Indiaan zijn? Ik denk mooie kleren. Wilde veren. Het had iets veel ruiger dan een cowboy. Cowboy is eigenlijk koeienjongen. Daar is eigenlijk helemaal niks aan. Heeft u nog dromen over Indianen? Ik droom regelmatig over Indianen. Wat doe je als jij, in je droom zit, wat doe jij dan? Dan droom ik dat ik buiten zit voor mijn tipie, zo'n tent. En dat ruikt naar leer en ruikt naar buiten. En dat ik gewoon vrijheid heb. En niet opgesloten zit in de grote stad. Waarom zit je dan nu wel in de grote stad? Ja, ik woon hier en ik werk hier. Ik kan niet weg. U kunt toch makkelijk gewoon naar het bos gaan en daar gaan wonen en dan met een tentje zitten? Nou, ik zou heel graag willen, maar ik vind het toch heel moeilijk.